Dat heeft natuurlijk meerdere zaken waardoor je vandaag goed voor de dag wil komen. Ik denk dat je na zo'n zwaar seizoen wel wat goed te maken hebt. En tegen de ploeg die al kampioen is, denk ik dat je een hele mooie wedstrijd hebt neergezet. Ik denk als je de kampioen zo je wil kunnen opleggen, Beerschot is gewoon een goed team om tegen te spelen. En buiten een paar momenten na denk ik dat wij de wedstrijd redelijk onder controle hadden. En dat is heel mooi. We hebben hele mooie goals gescoord, zoals we die trainen. Alleen ja, het komt er dan, dit seizoen is het er net wat weinig uitgekomen. En daar staat aan de ene kant heel mooi, aan de andere kant heel jammer dat het vandaag wel uitkomt. Want dan zie je dat we het kunnen, maar dan vraag je af waarom we het niet vaker hebben gedaan. Ja, ik denk dat ik vandaag mijn ding heb gedaan. Twee belangrijke reddingen heb gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. Hè? De ene keer kan het wat makkelijker dan de andere keer. En gelukkig vielen de ballen vandaag goed. En, maar ja, dat neemt natuurlijk niets weg van wat we vandaag hebben gepresteerd. Ja, tuurlijk. Je hebt het natuurlijk niet zelf in de hand. Maar we weten dat we 6 op 6 moeten pakken. Nou, we hebben nu 3 op 6 en ik ga vanavond zeker weten even kijken wat er gebeurt.